U zult merken dat het ook een film is met veel meer geweld dan in Bruges, die echt wel een ouderwetse kopie zal zijn. Maar het is een echte, geweldige flikken film. Maar voor de prijs van die ene film krijg je ook nog een tweede film. Het is eigenlijk met hetzelfde budget dat men erin geslaagd is om twee films te maken. Een budget van 0 euro kon even goed dienen voor drie films. Op deze methode kan men zeker verder gaan, maar in ieder geval, de Loeders film is een coming-of-age film waar iemand langzaamaan groot wordt, zijn Frans wellicht leert en probeert zijn vader te helpen. Maar dat is voor, denk ik, na de eerste film veel belangrijker voor Brugge. Ik val in herhaling, is Bonnie and Clyde Copycats. Heel belangrijk, omdat u zult ook zien dat het mogelijk is om te vechten, te schieten en niks vuil achter te laten. Zelfs de paletten waarachter men zich beschermt, kunnen achteraf dienen voor wat ze voordienen. Zelfs de auto's, en sommige herken ik, zullen intact blijven. Maar desondanks zult ze net zoals bij een strip toch het gevoel krijgen, en ik geef toe, ik heb meer dan een beetje van de film kunnen zien. Ik heb grote gedeelten van de film kunnen zien. Het is een echte film. Je ziet het bloed spatten. Je ziet de acteurs op een spontane wijze dood en levend worden. Maar het is vooral een mooie gedeelte van Brugge. Bo en Gustavo hebben eigenlijk alles zelf gedaan. Ik vermoed zelfs dat ze de vergunningen dat ze nodig hadden aan zichzelf hebben uitgevoerd. Maar dat is het punt niet. Dit maakt het des te realistischer wat u zal zien. Want alles wat met deze film gefilmd is eigenlijk tegen de regels, door waarneming toelating. Maar het effect is enorm realistisch. Ik wens u een zeer aangename avond. En nogmaals, fucking Bruges, vergeet het